Ik sta hier met Jan Dirk van der Zee, directeur van CBW Mitex. Jan Dirk, wat is jullie grootste uitdaging de komende 3 jaar? Nou, onze grootste uitdaging is dat wij weer helemaal terug willen naar de basis. En dat betekent dat wij de klant, onze ondernemer, of ons lid, om het even zo in verenigingstermen te noemen, dat we die toch wel weer wat beter willen leren kennen en centraal gaan stellen in onze organisatie. Dat is wat wij gaan doen. Oké, terug naar de basis, zeg jij. Ja. Is dat ook met minder mensen verder werken? Nee, dat hoeft niet per definitie met minder mensen te zijn, maar ik denk dat we wel met andere mensen dat willen gaan invullen. We hebben ontzettend veel kennis en expertise in huis. We hebben goede belangenbehartigers in huis, lobbyisten in huis. We hebben, denk ik, een hele goede back-office. Maar waar het een beetje aan ontbreekt, is goede mensen in het werkveld. En ik denk dat we daarin moeten groeien de komende jaren. Daar zijn we ooit vroeger groot mee geworden. Ja. En we zijn het eigenlijk een beetje verleerd. En hoe ga je dat dan financieren? Nou ja, alles om ons heen verdunt en vloeit weg. Hè? Ja. Denk alleen al aan sociaal fondsen, overbedrijfschap detailhandel, inkomsten van leden. Hè? Dus contributie neemt af. Dus wij zullen naar nieuwe verdienmodellen moeten toewerken. En dat kan zijn in dienstverlening of in producten. Kan ook zijn misschien een ander contributiemodel. Ja. Of dat wij toch om ons heen gaan kijken. Om te kijken of wij iets met andere brancheorganisaties kunnen doen. Daar ligt ook een leuke uitdaging. Okay. Heb je ook al iemand op het oog? We hebben heel veel partijen op het oog, maar daar ga ik niks over vertellen. Nou, dat komen we dan de komende tijd achter. Ja, daar kom je zeker achter. Ja. Dankjewel.